Arnhem heeft sinds kort speciale kauwgomprullenbakjes. Deze prullenbakjes zijn geplaatst op speciaal daarvoor uitgekozen plekken, zoals bij de bussenpleinen en rond de Korenmarkt. In de speciale kauwgombakjes kunnen mensen hun afgedankte kauwgom deponeren. En deze bakjes worden maandelijks geleegd. Wat is de reden waarom de kauwgomprullenbakken zijn geplaatst? Omdat er in Arnhem een hele grote vervuiling van kauwgom is op dit moment. En wij de gemeente bereid hebben gevonden om met ons samen te werken om dit probleem op te lossen op lange termijn. En wat is het idee achter de prullenbakken? Het idee is dat consumenten of gebruikers van kauwgom niet de kauwgom wegspugen, maar deponeren in onze gumbuddies. En wij dat kunnen verzamelen en terug kunnen brengen, recyclen tot een nieuw product. Dat is de opzet. En wat wordt er van die gerecyclede kauwgom gemaakt? Daar worden op dit moment potloden en linealen van gemaakt. En eigenlijk is dat een mooi bruggetje om ook bij scholen, in een stukje educatie, kinderen of jongeren bekend te maken met het probleem van de kauwgomvervuiling. Ik kan het me eigenlijk helemaal niet voorstellen dat kauwgom gerecycled kan worden. Hoe gaat dat dan eigenlijk precies in zijn werking? Goeie vraag, want dat is ook het meest lastige voor ons. En wij zijn met de hogeschool bezig in Nederland om te kijken hoe we dat tot een eindproduct kunnen verwerken. Maar we hebben een oplossing in Engeland gevonden. Daar is een bedrijf al zover dat er linealen en potloden van gemaakt kunnen worden. Overigens, 20% van het bestanddeel van die lineaal en van dat potlood is daar kauwgom voor gebruikt. Het is niet 100% kauwgom wat dat product oplevert. Maar we hebben een oplossing om de kauwgom te gebruiken, te hertegebruiken. En waar komen de prullenbakken te staan? We hebben ze staan nu op het Willemsplein, een deeltje van de Korenmarkt. En tegenover Laplace, Velperplein. Overigens is het maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Want de kauwgomvervuiling in Arnhem is, vind ik wel dramatisch. Zeker als je de spoorroute loopt van het Centraal Station naar de Korenmarkt. Daar is de vervuiling wel heel erg groot. En ook op de Korenmarkt zelf. Logisch, daar lopen de meeste consumenten en daardoor ook de vervuiling het grootst. Het lijkt erop dat de gemeente Arnhem toch wel heeft nagelaten in de afgelopen jaren om schoon te spuiten. En daardoor, vuil trekt vuil aan. Als iets schoon is, ja, beoog je ook dat het schoon blijft. Dat merk je thuis, ja, doe je thuis ook. Precies hetzelfde. Maar is dat alleen in Arnhem? Ja, mij valt op. We hebben al diverse gemeenten, onder andere Tilburg, we zijn in Rotterdam, we zijn in Veghel, in Nistelrooien. In Arnhem zijn we nu met een kleine test begonnen. Maar ja, het bekende druppeltje op die gloeiende plaat willen we uitbreiden toch naar een groter geheel. En ja, hopelijk vinden we de gemeente bereid om de grotere stap te maken. Want dit is maar een klein bruggetje.